Het Laurentius ziekenhuis in Rumuin. Daar werden volop geboet de afgelopen jaren en de ene naar de andere afdeling is klaar. Deze zomer werd het moeder-kindcentrum geopend en dat is de plek waar de allernieuwste inwoners van Rumuin en de regio ter wereld komen. Als een kindje in het ziekenhuis komt, dan brengt dat natuurlijk een extra zorg met zich met. De Elias willen natuurlijk zo vuil mogelijk bij het kindje blijven, al vanaf de geboorte leeft als het kind. En daar speelt het nieuwe moeder- en kindcentrum in het Laurentius ziekenhuis in Rumuin op in. Om te beginnen zijn er alleen maar eenpersoonskamers. Hierdoor kunnen zowel de moeder als de vader bij het kindje blijven. In principe hoeft het gezin dus nimmer de kamer uit. De apparatuur die nodig is, bijvoorbeeld de bevalling, wordt gewoon naar binnen toegereden. En dat is wel nog even winnen voor het personeel. Nu, in de eigen situatie, loog het kindje apart van de moeder, loog het kindje bij ons en de moeder loog op de kraamafdeling. Dus waren moeder en kindje eigenlijk van elkaar gescheiden. De moeders kosten wel komen, of ja, aaiers, pap ook. Als het kindje voedingen had en dan kosten met haar kindje knuffelen en de verzorging doen. En nu zijn de aaiers eigenlijk continu bij haar kindje. En dan leren ze haar kindje ook kennen en dan kunnen ze ook zelf de verzorging doen. En dan het kindje wendt aan de aaiers en de aaiers wennen aan het kindje. Weer als verpleegkundige werken nu via gezinsgerichte zorg. Dat helpt aan dat we ook kijken naar wat de aaiers. We passen ons eigenlijk een beetje aan op de gezinssituatie. We werken nu heel veel samen met aaiers. We proberen ook rekening te houden met de haaien van ja, wat willen ze, wie kennen we erin bijstaan. Het is gewoon een samenwerkingsverband tussen aaiers en tussen verpleegkundigen. Als een kindje net geboren is, dan kennen de aaiers nu meteen bij het kindje. En dat geeft ook een zekere band tussen aaiers en kind. Zoals ik net al zei, ze wennen aan elkaar, ze hechten aan elkaar. Ja, ze leren echt hun kind kennen. Eerder was het nog, ja, kon ze een beetje onwennig zijn. En nu weten ze precies, mijn kindje heeft honger of mijn kindje voelt zich niet lekker. En die signalen die leren ze allemaal kennen hoe ze samen met haar kindje op één kamer liggen. Kunnen je iets vertellen over deze nieuwe situatie? Is dat even wennen voor de verloskundige? Ik denk dat het voor iedereen wennen is, want het is natuurlijk een heel nieuw concept. Het is de bedoeling, normaal ging de mensen bevallen en we probeerden wel de partner erbij te betrekken en dat ze ook konden blijven slapen. Maar nu hebben we meer het idee van een hotelfunctie. En we hebben, we hebben 9 single room maternities. Dat betekent dat er dus bevalkamers zijn waar de mensen dus op bevallen. En daarna ook verblijven, zolang ze hier moeten blijven voor zowel als een moeder hier moet blijven of het kindje. Maar moeder en kind blijven bij elkaar. Het is eigenlijk gezinsgerichte zorg. Dus we proberen eigenlijk het hele gezin te betrekken. Hè, dus moeder, kind en de partner, dat die zo hier mogen kunnen blijven slapen, zolang als dat nodig is. Ja. We hebben eigenlijk alles mobiel. Als mensen komen om te bevallen, dan rijden we alles naar binnen. Is de bevalling helemaal achter de rug, dan gaat de moeder lekker douchen. Dat is een eigen sanitair heeft ze hier. En als ze terugkomt, is het weer een schoon bed. En ze kan hier blijven. De partner kan blijven slapen. En de moeder is dichtbij bij haar baby. We hebben een commode hier, waar de baby dan op verzorgd wordt. En ja, dus we zijn er heel blij mee dat het hele gezin bij elkaar kan blijven. Maar dat lijkt me ook voor het personeel dan wel even een aanpassing. Want ja, geef het al aan, je moet met apparatuur naar binnen toe rijden. Ja. Is dat eventjes wennen? Ja. Loop je dan ook tegen bepaalde dingen aan of zo? Van, Dat moet zich nog uitwijzen. Hè. We hebben al heel veel instructies doorlopen. En we gaan morgen beginnen. Morgen is 's middags de grote verhuizing. We hopen ook dat het allemaal goed gaat verlopen. Ik heb morgen avonddienst. Dus ik hoop dat ik morgen de eerste baby hier mag verwelkomen. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Het is gewoon een aanpassing. We moeten gewoon kijken hoe het gaat werken. Maar er zijn meerdere ziekenhuizen die met dit concept werken natuurlijk. Dus ja, ik denk dat het gewoon moet. En we moeten met z'n allen een steentje bijdragen. En hoop ik dat het allemaal goed gaat komen. Inderdaad. En juist die patiënt centraal zorgt misschien net voor dat stukje rust en een stukje ontspanning inderdaad. Dus ja, dat maakt jullie werk er dan weer makkelijker. Ja, dat is ook zo. Dus we houden alles op de kamer. We hoeven niet meer, wat dat betreft, als je alles mobiel hebt en je kunt daarna toch alles, alles is op de kamer aanwezig. Dus we kunnen eigenlijk hier al ons werk doen. En ik hoop dat het verblijf dan nog fijner wordt voor de mensen.